Wij zijn hier in het Meester Siebelinkhuis. Het Meester Siebelinkhuis is het clubhuis van Stichting De Club Twente, hier in Almelo. En wat is de club? De club is een stichting voor vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking, in de hele brede zin van het woord. Dus eigenlijk alle soorten beperkingen hebben we eigenlijk wel activiteiten voor. En we zijn een vrijwilligersorganisatie, dus heel veel wordt gedaan door vrijwilligers. Als ik kijk in deze ruimte, hier mag nog wel iets gebeuren. Ja, denk je? Ja, nee, ik weet het wel zeker. Er mag best wel veel gebeuren. Dit stamt al uit de jaren 70. En ja, als we goed om ons heen kijken en naar de gordijntjes kijken, dan kan daar wel iets in veranderen, denk ik. Een beetje vernieuwing. Wij gaan meedoen aan de Human Run. Dat is zeg maar een soort tot je nek in de drek. Heel veel vies, heel veel water, heel veel modder en heel veel klimmen. En dat doen we natuurlijk niet voor ons lol, want daar heeft niemand zin in. Maar dat doen we om geld in te zamelen om deze ruimte op te gaan knappen. En wat gaat hier dan opgeknapt worden precies? Uiteindelijk moet hier het feesthoes gaan komen. Een plek waar iedereen, mensen met een beperking, ouderen, kennis gaat maken met de digitale wereld. Mensen kunnen jullie sponsoren, hè? Hoe? Kunnen. Ik vind dat ze het eigenlijk wel moeten. Ja, dat kan. Op de site van de club, dus theclub.nl, en de club spel je K-L-U-P, staat een foto van ons onder andere. En daar kun je inderdaad sponsoren om bij te dragen aan het scherm. Resmi Oogink, taekwondo kampioen, je doet ook mee. Wat heb jij met de club? Ik heb hier ooit stage gelopen tijdens mijn opleiding. En ik ben altijd eigenlijk een beetje blijven plakken. En nu help ik de renners met de voorbereiding. En we hopen daarbij zoveel mogelijk geld op te halen voor dit scherm. Hoe help je ze met de voorbereiding dan? Ik mag ze trainen, dus ze hebben hardlooptraining bij mij. Waarbij we ook obstacles op en neer gaan. En dat doen wij in het Nijreesbos. Ik wil jullie graag allemaal vragen om te doneren. 2, 5, 10 of 15 euro. Het bedrag maakt niet uit, maar we zijn blij met alles. Doneer nu en hopelijk kunnen we dat realiseren, het feesthuis.